Remco, er werd ons gevraagd met gierende banden hier naar de headgang te komen, want er was nieuws rondom jou. Vertel. Ja, ik ga zo dadelijk contract tekenen bij Vitesse voor 3 jaar. De club zijn eruit en ik persoonlijk ook. Dus ik mag daar lekker aan het werk. Ja, wat doet dat met je zo PSV verlaten en op naar een nieuw avontuur? Nou, ik ben natuurlijk heel blij met de kans die ik krijg van Vitesse. Maar ik moet zeggen, ja, je laat hier ook al wat achter in de vriendschappen die hebben opgebouwd. En de headgang aan zich, ja, dat ga je zeker wel missen in de mensen die hier werken. Dus, het is altijd wel een beetje dubbel gevoel zoiets, omdat ik absoluut wel met heel veel plezier altijd gewerkt heb en getraind heb. En met de mensen eromheen goede band en goede klik heb gehad. Het is alleen, ja, sportief gezien is het helaas niet zo gegaan zoals ik voor mezelf had gehoopt. Maar die dingen gaan helemaal zo en ik ga zeker wel met een fijn gevoel ook wel hier weg. Na 3 seizoenen is er dus een einde gekomen aan het huwelijk tussen Remco Pasveer en PSV. 3 seizoenen waarin de goalie de vaste stand-in was van Jeroen Zoet, maar zo af en toe mocht laten zien wat hij kon. Hij keepte in het bekertoernooi, kwam tot 5 wedstrijden in de competitie en speelde zelfs in de Champions League. Ik heb 3 jaar heel hard gewerkt hier. En altijd met plezier en voor iedereen klaargestaan. Dus ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin gehad en hard gewerkt. En ik zeg met PSV ook dankbaar dat zij dan ook net zo ook naar mij toe daarin behulpzaam zijn geweest. Ja, hoe kijk je terug op je PSV-jaren? Dubbel eigenlijk wel. Ik heb echt wel een mooie tijd gehad hoor. We hebben dan PSV 2 keer kampioen gewonnen, et cetera. 2 keer Johan Cruijffschaal gewonnen, de Champions League overwint het. Dat zijn hele mooie momenten en die koest hij ook zeker. Bouwde dan de speeltijd had je op meer gehoopt. En dat is normaal en dat is een goede ambitie voor een sportman. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn, maar ik kijk absoluut met een goed gevoel terug en ik hoop hier zeker nog terug te komen. Ja, een hele mooie vraag die je aan zo'n einde van zijn periode kunt stellen is van pik er eens 1 moment uit. Wat is je absolute hoogtepunt? Ja, het zal toch wel een Champions League debuut zijn tegen Bayern. Dat zijn toch de mooiere momenten. Top. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Een geweldige prof. Altijd 100%. Altijd scherp om er te staan als het nodig is. Stadhuisplein, laat je horen voor Remco Pasveer.